Een 51-jarige Rotterdammer is vrijdagavond in de Snoekstraat in Rotterdam-West in zijn been geschoten. Rond 8:30 had de zoon van het slachtoffer, een 24-jarige Rotterdammer, oneenigheid met een andere man. De vader wilde de ruzie sussen, waarop een schot viel. De verdachte ging er in een auto vandoor. Hij blijkt een bekende te zijn van de politie, maar er is nog niemand aangehouden. Alco Vermeulen is sinds gisterenmiddag de nieuwe Nederlands kampioen sprietlopen. Bij het traditionele evenement in de haven van Puttershoek staagde hij erin om 48,5 meter overeind te blijven op de gladde boomstam die over het water was gelegd. Geen van de deelnemers hield het droog. De kampioen van vorig jaar, Mike van Vliet, werd dit keer tweede. De Euroscoop op de Euromast is vrijdag vrijwel de hele dag dicht geweest. De draaiende attractie in de top van de mast kampte na een blikseminslag een dag eerder met een softwarestoring. Pas rond 6:00 s'avonds hadden technici die verholpen en kon de Euroscoop weer op en neer. Het is de komende dag wisselend bewolkt met vanaf de middag kans op een regen- of onweersbui. De middagtemperatuur is zo'n 25 graden en dit alles bij een matige zuidenwind.